Steeds uitgaan van een waardevol leven en werken vanuit de relatie is niet vanzelfsprekend in een zorg waar regels, protocollen en het medisch model al jarenlang het uitgangspunt zijn geweest. De behoefte aan een ontmoetingsplek om samen ervaringen te delen en verder te bouwen aan een zorg vanuit waardevol leven en werken vanuit de relatie is groot. De beweging Radicale Vernieuwing Zorg is een bruisende broedplaats waar vanuit verbinding, nieuwsgierigheid en openheid andere denkrichtingen en oplossingen ontstaan. Dat de beweging nu haar 7e levensjaar ingaat, bewijst deze meerwaarde. Er ontstonden afgelopen jaar spontane bijeenkomsten. Laten we wel zijn en wie bekommert zich nog om de soep? Omdat de vraag zich aandiende, hoe weten we nu dat we de goede dingen doen? Grote veranderingen komen altijd van binnenuit. Zo bepaalden de 25 deelnemende organisaties op welke thema's actie moet worden ondernomen. Ruimte voor dementie, vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van cliënten en bewoners, radicale vernieuwingszorgonderwijs en samenzeggenschap kregen in 2022 een prominente rol. En met radicale vernieuwingszorgonderwijs kwamen we bijvoorbeeld tot het inzicht dat leren en ontwikkelen een veranderproces is van onderwijsorganisatie en zorgorganisatie samen. Hoe nemen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dat het onderwijs blijft bijdragen aan datgene wat je in de dagelijkse praktijk nodig hebt om je werk goed te kunnen doen? De kracht van de beweging zit hem in het volharden en verduren. Dat we ons niet terugtrekken wanneer het spannend wordt. Dat er in deze complexiteit geen blauwdrukken bestaan die je implementeert, maar dat je continu samen op zoek gaat naar datgene wat betekenisvol is voor de ander. Elkaar juist blijven vasthouden en samen zoeken naar datgene wat bijdraagt aan waardevol leven. De essentie van waardevolle zorg gaat over relaties. Daar wil men de verbinding op zoeken. Daar wil men het met elkaar over hebben. En daarvoor wil men er zijn.